Welkom allemaal bij Radio Gletscher, bij de Warming Up. Daar zal ik misschien straks nog iets meer over vertellen. We hadden in augustus de hele maand een try-out, elke dag. En in september zijn we elke week op dinsdag hebben een warming-up. En dit is de dag 1 en dat is niet helemaal vlekkeloos begonnen. De kosmos, hoe zei dat ook alweer? De kosmos. De kosmos werkt niet helemaal lekker mee, nee. Nee, precies. Precies. We hebben Johannes Bloemsma van Nourishing Destiny in de house, in de show. Iedereen die nu denkt van, waar is Niels? Waar is meneer Lunzing? Die ligt ziek op bed. Dus dat is helaas. Maar de show must go on. Dus Johannes, welkom. Dankjewel dat ik er mag zijn. Het was een heel gedoe, want het geluid deed het niet. Alles deed het, behalve het geluid. Alles deed het, en dan weer de beeldmateriaal en dan het geluid anders. Maar ja, soms lopen dingen anders dan we willen. En misschien is dat al een aardig bruggetje voor dit gesprek. En hoe gaan we daar dan mee om? Nou, we hebben het zo opgelost door ploeteren als het ware. En opeens werkt het. Geen idee wat er nu is opgelost, maar het doet. Nou, je hebt natuurlijk met de astrologie en zo. Dan kun je een soort van voorspellen van, oké, dat wordt een lastige dag. Kun je dat met, we gaan zo uitleggen wat dat allemaal is, hè? Maar kun je dat met de I Ching bijvoorbeeld ook? Of met de Nine Star Key? Ja, ik zou bijna willen zeggen dat dat een van de essenties is. Timingen, wanneer doe je wat en op wat voor manier. Dus je kan als een soort van weersverwachting van hoe zitten de energieën op een dag? En is dat bevorderlijk voor hetgene wat ik wil doen of juist niet? En dan hebben we altijd de keuze. En wat we nu hebben meegemaakt, nu was het sleuteltje kwam wel in het slot en dan loopt het allemaal beter. En je kunt je ook voorstellen dat je dagen of maanden of zelfs een jaar hebt waarin meer tegenstromen zijn. En hoe ga je daarmee om? En dat is heel erg wat met de I Ching wordt neergelegd. En Nine Star Key is wat meer de tijdsaspecten erbij. Hoe doe je dat, de tijdsaspecten? Nou, Nine Star Key, dat is de astrologievorm. En ik gebruik daarbij de I Ching. Ik heb daarmee een model mogen ontwikkelen. Door Nine Star Key te integreren met de I Ching, dan krijg je echt door symbolen, hexagrammen worden die genoemd, krijg je inzicht wat speelt zich nou precies af. Wat zijn de thema's die in deze tijd leven, of in mijn leven, of in mijn relatie, of in mijn bedrijf. Maar de I Ching is van oorsprong een orakelboek. En niet zozeer een astrologisch boek of verbonden met de astrologie, hoewel er wel veel astrologie uit voort is gekomen. En waaronder Nine Star Key. Maar de integratie daarvan, die was er nog niet tussen Nine Star Key en de I Ching. Oké, dus de Nine Star Key is uit de I Ching ontstaan? Ja, die is erop gebaseerd. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, Nine Star Key is een astrologievorm die is ontstaan in China, maar later in Japan eigenlijk veel groter geworden. Maar alle dingen die in China zijn ontstaan, zoals de acupunctuur, maar ook qigong, feng shui, kruidenleer, dat heeft allemaal gemeenschappelijke wortelen in de I Ching. Het is een van de oudste klassieke werken van die beschaving. En waaruit ook bijvoorbeeld yin en yang is voortgekomen. Het denken over de vijf elementen. Nou ja, daar komen we vast en zeker nog wel over te spreken. Dus dat is als een soort van de baarmoeder van al die prachtige technieken die zijn ontstaan in China. Is de I Ching daar de grondboek van. En kun je uitleggen wat dat dan is? Want ik denk altijd het is een soort wiskundig bijna, maar ook filosofisch. Het werkt op intuïtie ook nog, dus wat is het? Ja, dat is wel een van de moeilijkste vragen, maar ook wel denk ik wat de I Ching is in essentie. Ja. De I Ching van essentie is een orakelboek
En die werd geraadpleegd door koningen en het hof daaromheen. Met betrekking tot goed leiderschap, wat is goed voor het land. Nou, en ook aanvallen, wanneer we mensen willen verpletteren, laat ik maar zeggen. Hoe doen we dat het beste? En het is een techniek zit daaronder. Je kunt met verschillende manieren een hexagram krijgen. Wat daaruit bestaat, I Ching. Het bestaat uit 64 hoofdstukjes. En die worden ingeleid door een zogenoemd hexagram. En dat zijn symbolen van doorgetrokken lijnen of gebroken lijnen. En dat staat voor wat iedereen eigenlijk wel kent, yin of yang. En de doorgetrokken strepen zijn yang en de gebroken strepen zijn yin. En zo is het denken over yin en yang ook verder ontwikkeld. En daarmee, met het raadplegen van de I Ching, dan kregen ze eigenlijk inzicht in de, ja, je zou zeggen, de onkenbare en nog de onzichtbare structuren van de situatie. Hoe ziet dat eruit? Wat mogen we verwachten? Hoe kunnen we daarop inspelen? En in een latere periode, want die I Ching is ongeveer zoals die er nu is, 1500 voor Christus ontstaan. De wortelen ervan, het denken ervan is nog ouder. En gaandeweg de eeuwen heeft bijna iedereen die van belang is in de Chinese geschiedenis, in de filosofie, die heeft zich er wel mee bemoeid of werd erdoor geïnspireerd. En in een later periode is dan ook de grote de filosofieën zijn er dan bijgekomen. Hoe denken we nou na over de kosmos? Hoe denken we nou na over leven in samenhang met de natuur? Dus het heeft laag op laag op laag door de eeuwen heen is het daarom een soort van monument van menselijke kennis geworden, die gebaseerd is op de natuurwetten. En aan de hand van die 64 hexagrammen kun je daardoor de natuurwetten zoals ze in de tijd nu afspelen, kun je die, nou ja, als het ware gaan onderzoeken en er gebruik van maken. Ik weet niet of ik het nu vager heb gemaakt of. Nou, om even een beeld erbij te halen. Dit is van een van jouw video's. Dit is hexagram 1. Dus zo ziet het er gewoon uit, hè? Gewoon de zes streepjes onder elkaar. Zes streepjes onder. Ja, en wat we hier dan zien is dus zes strepen die doorgetrokken zijn. En dit is een beeltenis van yang, volle yang. En yang tekent ook de scheppende kracht tegenover yin, de vormende kracht. Dus het hexagram op de I Ching start dus met het geestrijke, want dat hoort bij de yang, dat alles wat we niet beet kunnen pakken. En een gebroken lijntje, zoals je die hier nu er mooi bij pakt, bij Augustus, dan zag je van onderin dat er één yin-lijntje komt. En dat heeft dan een dynamiek. En deze hexagrammen, die kun je leren duiden. En dan kun je dus zien, hé, wat speelt zich nou af en waar mag ik rekening mee houden? En als we dan de teksten van de I Ching erbij pakken, dan kan dat soms echt akelig accuraat zijn. En ook de adviezen die erbij horen, die zijn eigenlijk altijd gericht om jou weer in balans te brengen tussen die grootheden, hemel en aarde, yang en yin. En hoe moet je dit nou dan lezen? Want je hebt natuurlijk het boek, er zitten dan 64 verschillende variëteiten in. Dus dan zoek je op, oké, dat betekent. Maar kun je het ook, als je zo'n. Kijk, die eerste, dat is dan waarschijnlijk makkelijk, want het is allemaal yang. Maar kun je het ook berekenen van, oké, zo ziet het eruit. Dat streepje, het bovenste streepje is helemaal onderbroken, dus dat betekent dit of dat. Ja, je kunt hexagrammen, die kun je absoluut lezen. En daarmee, daar zit ook mijn trainingen. Daarin geef ik dan ook de training. Hoe doe je dat? En wat kun je bijvoorbeeld bij deze zien? Vooral bij die rechter. Een hexagram wordt opgebouwd uit twee trigrammen. Dus dan zie je die twee verschillende kleuren. Een beetje een donkerblauw en het lichtblauwe. En of een trigram nou onder staat of boven, dat heeft wel betekenis. Dus een onderste trigram, dat gaat heel veel over de binnenwereld. En een bovenste trigram gaat over het externe. Hoe zie je het?
Dus van binnen, hoe ervaar ik het? Wat is mijn intentie? En het bovenste van, hoe manifesteert zich dat in de wereld? En je hebt van die trigrammen heb je 8 smaakjes. En die worden op alle mogelijke manieren met elkaar gecombineerd. En dan heb je 8 keer 8, dus 64 hexagrammen. Wat ze daarmee willen zeggen, al het leven, alle situaties, alles wat je meemaakt, alles wat nog gaat ontstaan, kan altijd terug worden gebracht tot één van die 64 essenties. En als je de trigrammen dus weet, want er zitten allemaal associaties aan, zal ik even een paar noemen om het wat concreter te maken misschien. Ja. Aan de rechterkant zien wij hexagram 44, die heet het tegemoetkomen. De onderste 3 lijnen, dat is een trigram en dat heet wind. En de associaties bij wind is, nou ja, je kan dat soms al in het natuurbeeld zien. Maar wind is het zachtmoedige, is erg van de harmonie. Denk ook maar gewoon aan de wind, als die ergens tegenaan slaat of een tafel of zo, hij zeilt eromheen. En het doet de dingen stapje voor stapje, maar diepgaand. Dus zou dit bij iemand in een levenspatroon zitten, dan is dat iemand die graag onderzoekt, doorgraaft. En wind valt ook onder een element, dat is hout, geworteld zijn. En het bovenste trigram, dat heet hemel. En dat heeft alles te maken met bijvoorbeeld leiderschap, autoriteit, richtingen, keuzes. Maar ook strikt. En om een bruggetje te maken, elk jaar staat ook onder een bepaald trigram, onder de invloed van een bepaald trigram. En voor dit jaar bijvoorbeeld is dat hemel. Dus het gaat heel erg over leiderschap. Wat voor soort leiderschap wordt er neergezet? Is het autoritair of is het gebaseerd op geestelijke waarden? Want het heeft altijd 2 kantjes hoe je iets naar voren kan brengen. Ja, het kan zich als een autoritaire kwal neerzetten, hemel. En heel rechtlijnig. Maar het kan ook een Mahatma Gandhi zijn, zou ik maar zeggen. Dat past ook onder dat stuk. En vervolgens... Sorry? Ja, is het nou... je hebt het specifiek over deze 44. Dat ja. Als je 3, of laten we die onderste, dat zijn 2 onderbroken lijntjes met een yin-lijntje eronder. Ja. Dat specifieke beeld, dat is wind. Nu val je even weg qua... Oh, ik val weg. Nee, dat specifieke beeld, dat betekent wind. Dus als dat erboven zou staan... Dan heeft het een... Ja. Andere betekenis weer, of is dat ook wind? Het is, als dat onderste blokje boven zou staan, is het nog steeds wel trigram wind, maar het geheel, dat hele hexagram, krijgt wel een compleet andere betekenis. Ja, ja, ja. Oké. En zo hebben de lijnen van elk hexagram ook nog hun eigen betekenis. En het onderste lijn is altijd de start van iets en de bovenste lijn is het einde van iets. Dus elke lijn is als een soort van ontvouwing van een proces. Hoe iets groeit, hoe iets bloeit en hoe het weer verder gaat. En dat kun je uit de symboliek, kun je dat leren, lezen. En hoe kom jij bij deze hexagrammen voor juli en augustus bijvoorbeeld? Dat is een onderdeel van het model wat ik heb ontwikkeld. Dus die integratie tussen Nine Star Key en de I Ching. Dat is wel wat lastig uit te leggen, maar laat ik zeggen van met Nine Star Key, dat is erg op getallen gebaseerd. En hoe die door een bepaalde matrix reizen. En die getallen zijn weer verbonden met deze trigrammen. En dan komt daar een resultaat uit. En het resultaat is dan een hexagram. Maar het is echt een beetje te lastig om uit te leggen. Dat moet ik in een beeld doen. En dat lukt ons helaas nu niet, maar het wordt verbonden met hoe energieën naar elkaar toe reizen en een hexagram laat dan zien, wat is de verandering die dan plaatsvindt. En voor juli wordt het dan de hemel en augustus hebben we tegemoetkomen. En voor september,
die nu gaande is uiteraard, die heet de tegenstelling. En daar gaan we dus zien dat veel, en de tegenstelling gaat heel erg over bij je eigen onafhankelijke waarheid blijven, maar je zal, nou ja, het is al een tijdje gaande, iedereen heeft weer zijn eigen visies. En dat die niet met elkaar corresponderen, of wat tegen elkaar ingaan, als een tegenstelling. En hoe ga je daarmee om? Dat wil het hexagram ons als het ware leren. En wat moet je vooral niet doen? Wat heeft totaal geen zin? En in dat hexagram gaat het ook van, ja, het is oké dat iedereen een andere mening heeft, een andere richting. Je moet niet willen dat iedereen op dezelfde manier denkt, want dat is eigenlijk onvolwassen gedrag, zegt Ietsje erbij. Het is juist goed dat er nu veel tegenstellingen zijn, want dan komen we erachter, wat vind jij nou belangrijk dan bij jezelf? Waar ligt jouw grens? Wat wil jij doen? Wat hoort bij jou? Dus je zou het kunnen zien als een individuatieproces. Dat slingert wel redelijk door dit hele jaar, maar in deze maand wordt die, als het ware, wordt de onderstroom heel zichtbaar. Een soort volwassenheidsproces ook. Het is, ja, het is absoluut een volwassenheidsstuk. Om we leren onszelf veel onafhankelijker op te stellen. Tenminste, dat is een beetje de onderstroom die daarin zit. En hoe doe je dat wanneer mensen een compleet andere mening hebben? Nou, en onvolwassen zou zijn, je moet mijn mening aanvaarden en we gaan het alleen doen op mijn manier. Dat zou onvolwassen zijn. Maar het zou tevens onvolwassen zijn om andere manieren die niet met jou stroken, om die dan maar ja, af te ketsen. Dat is ieders pad. En dat, om daar respect voor te hebben en vooral te houden bij je eigen pad, dat is het proces van deze maand en hexagram 38. Beetje in een notendop, maar er zitten vaak projecties in de tegenstelling. Dus de dingen die ik van binnen voel, dat ik die allemaal op de buitenwereld projecteer. Nou ja, en ik denk niet dat Einstein hoeven te zijn om ons heen te zien gebeuren, hoeveel projectiegedrag er is. En nee, dat, zeker niet. Wat zei je? Zeker niet, zeker niet. En ik hoor Niels ook al denken van, ja, maar hoe ga ik dan om naar, als ik bij een verjaardag zit, met andere mensen die anders denken dan ik. Hoe, moet ik nog naar die verjaardag toe überhaupt? Of hoe moet ik me dan daarin verhouden? Nou, juist. Het zou dus een onvolwassen iets zijn om te zeggen, ik wil alleen maar met mijn eigen groep. Want dan wil je dus dat iedereen hetzelfde is als jij, maar ja, dan bloeit niks. Juist de andere kanten, maar het gaat erom wanneer je wordt uitgedaagd op een tegenstelling. Om er niet strijd op te leveren, want dat heeft totaal geen zin. Want dan verscherpen de structuur alleen maar. En het gaat om de essentie van wat maakt dat je ergens op ageert. Het maakt niet uit van welke kant je de situatie nou ja, we hebben het beide over hetzelfde, neem ik aan. Maar dat, je kunt het over op allerlei situaties plakken. Dat je luistert en dat je die andermans pad gewoon helemaal, oké, dan is dat zo. Daar hoef je niet een oordeel op te hebben, want dat oordeel zegt niks over die ander, want dat zegt juist alles over jezelf. En die projectie, dat je daarin gaat kijken. Wat maakt dat ik zo reageer? Wat maakt dat ik hier boos om word? Wat maakt dat het hier verdriet? Want dat is denk ik wel een belangrijke voor dit hele jaar. Want het valt onder een element en dus een trigram. Hemel en dat hoort bij een element, metaal. En metaal dat hoort bij verlies. En de dingen die wij waardevol vonden. En daar aan vast blijven klampen. Maar je houdt dan in wezen verdriet vast. En je laat het niet los. Dus een heel stuk van dit jaar op een emotioneel niveau, dat gaat ook over alle dingen die ik waardevol vond en die ik ben kwijtgeraakt. Hoe ga ik met dat verlies om? Zodat er een nieuwe intentie kan ontstaan, een nieuwe richting. Oké, dit niet meer, maar wat dan wel? En
Dat kan ook allemaal andere associaties hebben met bijvoorbeeld sowieso leiderschap. Hoe gaan wij dus om met dominante regeringen of een dominante vader? Of hoe ben ik zelf als vader? Hoe sta ik zelf als leider in het leven? En dat hoeft dus niet allemaal mannelijk te zijn, maar het is yang. En een vrouw kan even goed yang zijn. Maar dat heeft wel te maken met die stukken. En ook die zie je, nou ja, je hoeft een televisie maar aan te knippen als je daar van houdt. En het staat voortdurend bal met voor of tegen. En het is allebei exact hetzelfde. Ja, dan is de vraag hoe we daar dan aan ontsnappen. De eerste ding vanuit de I Ching is dat je juist niet moet willen ontsnappen, maar de beweging moet begrijpen. De verandering compleet omarmen. Want dan kom je eruit. Hij wordt niet omarmd nu. Hij wordt van alle kanten bekeken vanuit het oude standpunt. Maar het oude standpunt, dat heeft geen fundament meer. Het moet ook gebeuren. Ja, dingen hoe ze zijn opgetuigd, hoe structuren zijn opgezet, dat is eigenlijk, nou ja, in I Ching termen te spreken, tot aan een versplintering gekomen. Het heeft zijn beste tijd gehad en dan komt er een nieuwe cyclus. Maar een oude wereld die maakt ongelooflijk veel kabaal wanneer die sterft. Die doet nog eens een enorme poging. En dat is zijn goed recht. Maar uiteindelijk zie je de contouren ook alweer van het nieuwe ontstaan. Ja, en dat wordt dan weer gevoed door bijvoorbeeld een radiogletsjer of andere initiatieven. Die willen dat geluid laten horen. En op die manier sijpelt dat wel binnen in de realiteit. Dus je hoeft er niet voor te vluchten. Ik zou liever zeggen, juist niet. Maar verbind je met datgene waar jij nu de voeding uit haalt. Wat jou nu vernieuwing geeft. En laat dat al het andere maar ongelooflijk veel kabaal maken. Want uiteindelijk is het gewoon kosmische humor. Je zit zo druk te maken als aapjes in een kooi. En natuurlijk zit er heel veel pijn en verdriet, maar dat is niet pijn en verdriet wat alleen uit deze tijd voortkomt, deze situatie. Dat is wat je al hebt meegesleept, denk ik, in honderden levens. Ja, dat moet er dan even uit, dat wordt eruit gebruld. Het is niet eeuwig. Ja, jij schreef volgens mij begin dit jaar ergens in die buurt. Als ik kijk naar de I Ching in combinatie met Nine Star Key, is de tijd tot 2024. Dus zo lang krijgen we die doodstrijd van het oude systeem dan blijkbaar nog. Cruciaal, zeg jij. Want in dat jaar komen verschillende cycli samen met betrekking tot macht van het volk ten opzichte van macht van overheid. Heb ik dat geschreven? Dat heb jij Ja. geschreven, ja. Ja, Ja. collectief gaan we een van de zwaarste tijden tegemoet die je maar kunt bedenken in Europa. Economisch, emotioneel, spiritueel. Nu de keuze maken maakt dat je in 2024 niet aan een droog infuus ligt. Het collectief, deze vond ik ook leuk. Het collectief in Europa rijdt nu als Thelma en Louise de afgrond in. De vraag is, wil jij dat ook en blijf je in die absurde auto zitten? Of word je wakker en ga je met je omgeving een vitaal systeem opbouwen? Ja. En dat is dus op basis van de I Ching en Nine Star Key, dat we hier nog, wat is het, nog 2 jaar zo ongeveer in zitten. Ja, op basis van die berekeningen kun je zien, kijk, het zal niet de hele tijd op dit alleen maar over het virus gaan of dit en dat. Er zit nog een hele wereld achter. Die vooral over leiderschap staat, die ook vooral economisch en financieel georiënteerd is. Want daar komen ze ook nog hele transities in. Dus het is een transitieproces. En een van die zinnen die, ja, hij is niet van mij, maar ik vind het wel wat mooi. We zitten niet in een tijdperk van verandering, maar van een verandering van tijdperk. Dus al die systemen die niet meer werkten.
Ja, die gaan dus over de kop. En dat is niet binnen een jaartje geregeld, uiteraard. En maar vanaf 2024, of tot en met 2024, zie je inderdaad bepaalde cycli met elkaar draaien. Waardoor het, oh, het moet wel even, we moeten even door het vuur, als het ware. En vanaf dat ogenblik, ja, dan kom je echt in een nieuwe. Eigenlijk is het nieuwe ook al gaande, maar dan komt dat boven het maaiveld, zou ik maar zeggen. Dan is het gekletter van die oude wereld, die is niet meer zo oorverdovend. Hoe zie jij de parallele samenleving waar iedereen het over heeft? Dan moet je me die eerst even uitleggen, wat een parallelle, hoe jij hem ziet. Ik kan er wel wat bij bedenken, maar. Nou, dat is inderdaad wel het nieuwe wat opgebouwd wordt. Maar het is tegelijkertijd ook je soort van afzetten en niet meer bezig gaan met het oude. Ja, je ziet. En dan is je vraag van hoe ik dat zie of hoe ik dat ervaar. Nou ja, hoe jij dat ziet de komende jaren ook, hoe dat gaat. Want Nou, dan is. het is wel weer dat er heel veel mensen weer tegen iets zijn, in plaats Ja. van. En dat tegen zijn, dat is eigenlijk gewoon nog een. Daarom zei ik zo net ook van: het is allemaal hetzelfde. Dus de ene, eigenlijk is allebei tegen. Ja, nou ja, dat vind ik nou echt dat eikpunt van een vroeger cyclus. Ja, daarmee bereik je dus eigenlijk helemaal niks. En dan kun je wel met een moralistisch en mooi vlaggetje rondlopen en jezelf tot in de vijfde dimensie ophemelen. Maar in wezen doe je exact hetzelfde. En dan doe je iets en dat noem je dan goed, of je doet het goede, denk je dan, maar je noemt het gewoon goed omdat jij dat doet. En dat is het verschil, denk ik, van met die parallele dingen. Ook dat, daar zit dan weer dat oude structuurtjes in en die bloeien dan ook weer op. Maar dat houdt ook wel op. Op een gegeven moment gaat iedereen wel zien van, joh, ik kan wel lekker doen. Nou ja, nogmaals, de vijfde dimensie hippie dans. Maar wat doe ik nou in wezen echt? Wat is mijn intentie nou werkelijk? Op het moment dat je weer tegen hebt, ja, dan is er geen verandering. Dan is het gewoon hetzelfde zwart en wit. Het is gewoon allemaal precies hetzelfde, komt op hetzelfde neer. En daarin zie ik wel bewegingen met betrekking tot samenwerking, hoe mensen nu samenkomen. En ik weet niet hoe dat in jouw leven zich heeft afgespeeld, of van de mensen die nu luisteren. Op werkgebied, daar zag je het al het eerste, waar eigenlijk al geen voedende dingen meer waren, wortelen. Er kwam zo'n crisis of coronading eroverheen. Dan zag je die verbindingen al heel snel verdwijnen. Dat hing eigenlijk aan paperclips aan elkaar vast, dat soort verbindingen, samenwerkingen. En dan zie je een verschuiving opkomen van, hé, maar ik wil mij verbinden met datgene wat mij voedt, waar ik echt mijn waarde kwijt kan. Iets wat zich ook weer laat vertalen naar heel veel mensen die opeens uit de stad naar het platteland, wat ik overigens zelf ook heb gedaan, of die in communities willen gaan zitten. En dat soort structuren komen dan veel meer op. Die dus organisch naar voren komen in plaats van op basis van wetten en regels. En dit hebben we nou eenmaal een handtekening onder gezet. Want die zie je gewoon naar beneden kletteren. En daarom zie je die wereld met regels en wetten zo sterk naar voren treden. Want die wereld, ja, die denkt, ja, die leeft ook. Dat heeft een bewustzijn. En die denkt, ja, zo makkelijk laat ik me niet. Van de kaart spelen. En dat hoeft ook helemaal niet. Hij heeft ons goed gediend, dat bewustzijn. Dus laat hem dan maar even zijn best doen. Maar wat betreft het jaar, allemaal dat yang. Yang is vernieuwing. Yang is potentie. Yang gaat vooruit. Dus het enige wat dit nodig heeft, is de tijd. En alle mensen die. Iedereen brengt zijn eigen steentje in deze tijd. En dat maakt het prachtige nieuwe bouwwerk. Maar heel veel die zullen het ook niet redden. Die blijven gewoon klippenklaar in de oude wereld staan. Maar ja, dan ga je ook met die oude wereld het ravijn in. Want dat die het ravijn in gaat,
Dat is een. Nou ja, een zon gaat ook altijd onder. Ja, je lijkt helemaal niet in paniek, zou ik maar zeggen. Het hele land lijkt op zijn kop te staan, in paniek te zijn, maar jij zegt gewoon, ja, het is kosmische humor. Ik heb wel in paniek gezeten. Daarom weet ik ook hoe fijn het is als je er niet in zit. In het begin. En dan vooral met betrekking tot mijn kinderen en een school en die dingen. Maar op een gegeven moment komt wel een realisatie. Als je in die loop gaat, dan word jij die loop. En dan ben je op geen enkele manier zuiverend bezig voor iets nieuws. En daarnaast dacht ik van ja, ik zit helemaal af te gaan op de ander. Maar wat zegt dit dan over mij? Als ik wil dat het beter gaat om mij heen, dan kan het niet anders. Of ik moet die troep eerst maar ook eens even in mezelf gaan aankaarten. Ja, en die troep is wel op het pad gekomen. En nu zit ik op een. Nu zit ik op een je had me 2 maanden geleden niet moeten spreken. Nee. Nee, dan zak ik er anders in. Toen moest ik nog echt even flink door mijn eigen persoonlijke shit. Maar die moet worden opgeruimd. En ik denk dat dat ook een collectief iets is voor, ja, je kunt je helemaal op het andere projecteren en inzitten. Maar er wordt geen millimeter verzet dan in het innerlijk. Maar op het moment dat het innerlijk in beweging komt, dan manifesteert dat zich ook vrij vlot naar de buitenwereld. Of in ieder geval in jouw kring. In jouw leven. En daarnaast helpt het ook, zet gewoon je televisie uit. Ga met mensen verbinden die jij echt fijn vindt. En geef datgene wat jij te geven hebt, wat intuïtief voor jou het beste voelt. Ja, en dan kan het niet anders dan dat die trillingen ook weer op jouw pad komen. Ja, en zo verbind je denk ik eigenlijk op een betere manier. Zonder je ook maar op enige manier druk te maken over al die kakofonieën. Want dat gaat ook echt wel zonder jou door. En het zal ook met jou erbij niet stoppen. Ja, maar hoe ging dat 2 maanden geleden voor jou? Want we hebben het natuurlijk over ja, oude systemen die in elkaar aan het vallen zijn. Maar dan Nou, hebben we dat het over de politiek en de macht en alles wat daarbij hoort. Maar hoe zit dat dan ook in jou? ja, dat is een goede brug, want alles wat zich in het uiterlijke afspeelt, dat speelt zich ook innerlijk af. Dus welke systemen zitten er in mij? Wat voor rigide systemen verkeren in mij die eigenlijk die dat ook deden? Ja, dat heeft veel op het gebied van de liefde en relaties te maken. Daar ga ik persoonlijk niet helemaal hierop in. Maar daarin heeft het gemanifesteerd. Letterlijk ook naar een andere plek toe gaan. Niet meer in Amsterdam, naar het platteland. Niet meer hoeven vechten. Ik kwam erachter dat steeds mijn mind eigenlijk naar morgen ging, of overmorgen, of wat dan ook. En daarmee bezig is om het hier, ik moet dat bereiken, ik moet dat, ik moet. En dus eigenlijk steeds een moeten en een willen. En toen dacht ik, ja, maar als je iets wil, dan heb je dus voortdurend gebrek, want je hebt het niet. En als je gebrek hebt, ja, dan kan het eigenlijk alleen maar één emotie geven. En dat is ellende. Dan zit je te lijden. En dat nou, als ik nou eens alles gewoon zo laat, zoals het is, er niet afrunniken, er niks mee doen, het gewoon te laten ontstaan en dan de punten te voelen van hier moet ik zijn, ik weet niet waarom, maar ik doe het. Wat gebeurt er dan? En op dat ogenblik was het veel meer in het nu. En dan kun je veel dichterbij wat je wil gaan doen, wat je wil gaan zeggen, welke kant je op wil. Dat voel je dan gewoon veel beter, in plaats van dat het een rationeel uitgestippeld plan is.
niks tegen de ratio, maar we moeten hem niet heilig verklaren. En ik had hem volgens mij ergens op een bepaald punt heilig verklaard. Ondanks dat ik wel werk met dit soort structuren. Ja, dan heb je ook een bedrijf eromheen en dat gaat toch met veel denkwerk gepaard. En ook dat kan op een hele andere en ontspannere manier, kwam ik achter. Dus ja, op die manier ben ik ook mijn systemen gaan aanpassen. Of werden die aangepast? Ik heb het idee, ik was onlangs met mijn kinderen in een speeltuin. En dan heb je zo'n auto en dat zit op zo'n baantje, weet je wel, zo'n rails. En die kinderen, die zitten helemaal druk mee te sturen. En ik denk, nou, dit is nou gewoon het beeld van het leven. Wij denken dat we sturen, maar alles zit al op een lijn. En doordat we denken dat we sturen, beleven we het op alle mogelijke manieren. En als iemand helemaal uit zijn plaat gaat tegen, ja, ik kan daar dan ook wel weer om giechelen. Ik denk, ja, nou, dat is toch mooi dat hier, wat een emotie. En als iemand hartstikke boos is, dan denk ik, ja, prachtig, want daar zit ook creativiteit in. Hij wordt er nu alleen op verkeerde manier misschien geuit, maar het zegt wel iets over het leven in iemand. Ja, dan komen En we dan bij komen we de bij vrije wil ook, de hè? ook, hè? Wat zei je dan? Dan komen we bij de vrije wil, of we die wel hebben, want we zitten op een baan en daar rijden we gewoon overheen. Is die vrije wil dan geen illusie ook? Nou, er zit al iets moois in die hele zinsconstructie, woordconstructie. Vrije wil. Op het moment dat je iets wil, ben je dan al vrij. Maar dat is even een gewetensvraag voor. Maar als je iets wil, dan gaat iets al een bepaalde richting op. Dit is een vraag die denk ik het meest voorkomt in mijn werk en trainingen. En ik vind het een hele lastige. Ik denk dat we beide hebben. Het is voorbeschikt en toch is er ook een vrije wil. En dat hangt samen met hoe ga jij met de situaties om? Hoe maak jij de keuzes? Dat daar de vrije wil in zit. Maar met betrekking tot consulten die ik doe met persoonlijke profielen. Ja, dan is het is zo akelig accuraat wat er in iemands leven is gebeurd. Want dan kun je ook terugscrollen. Nou, toen je 36 jaar was, dan is er hoogstwaarschijnlijk dit en dit en dit gebeurd. Ja, en dat klopt dan. Dat geeft mij de indruk dat wij worden geboren, of wij hebben in ieder geval een patroon gekozen, die het best bij ons past in het proces wat wij willen aangaan. Want als ik ga kijken naar de I Ching en de kennis die daaruit voortkomt, dan kan ik niet anders dan concluderen dat het leven leeft en wij stappen er even in. Dus er zit steeds een cyclus in. En nu heb jij het ene voltooid, nou, dat neem je mee. Dat wordt als het ware collectief bezit. Dat heb jij voor ons gedaan. Maar jij als spirit, die moet ook nog andere dingen met zijn clans, als het ware. En dan keert hij weer terug. Maar dat keert wel altijd terug in een bepaald patroon. Dat zie je ook heel mooi terugkeren in als je familieconsulten doet over bepaalde generaties. Dan zie je heel vaak dezelfde geboortepatronen, I Ching patronen terugkeren bij mensen. Dus er zit ook een familiebewustzijn ergens. En zo herhalen zich thema's. Ja, en zit dat al diep in een familiestructuur, dan wordt het al moeilijk om als individu te zeggen: ik ben volmaakt vrij. De mensen die dat tegen mij zeggen, alle keuzes komen op mij voor, dat zijn de mensen die ik het meest makkelijk exact kan voorspellen. Niet om dit te doen, maar dat zijn nou echt de mensen die zo, ja, maar daar komt een bocht naar links hoor. Nee, dat bepaal ik. Nee. Nee, die route is er al. Maar in elk proces heb je een keuze. Hoe ga ik ermee om? En dat bepaalt heel erg hoe het vervolg van het proces, hoe dat wordt beleefd en welke kennis je eruit haalt. Wat voor waarde je eruit kan putten. Zo zie ik dat. En jij? Ja, ik zat net te denken,
Het lijkt bijna alsof we dus gewoon door ons leven van cyclus naar cyclus gaan. En dat we dat eigenlijk helemaal niet doorhebben zelf. En dat je dus de I Ching hebt en de Nine Star Key. En astrologie denk ik ook wel. Waardoor je die cycli helder krijgt. Waar je doorheen gaat. Ja. Ja, en dus je tijdsbeleving ook wordt ruimer. Snap je wat ik bedoel? Als je in cycli gaat denken, dan wordt jouw handelen onmiddellijk anders. Omdat je weet dat het eindig is? Nee, juist. Je gaat veel dieper nadenken over de effecten van je handelen. Dus zit je de hele tijd in het hier en nu. En ik vind dat een hele mooie, een van de, bij hexagram 2 in de I Ching, de eerste lijn, heet het ontvangende. En die lijn die zegt, eigenlijk gaat dat hexagram over van, wordt er gezegd van, de moord van een zoon op een vader gebeurt niet in één dag. Daar is al heel wat, heeft zich afgespeeld. En het zijn juist die kleine dingetjes die opstapelen, die tot iets leiden. Het moment dat je in cycli gaat denken, dan is dus de keuzes die je maakt, ga je verder verspreiden in de tijd. Hé, maar als ik dit continueer, als ik dit blijf doen, waar eindigt dat dan? Hoe ziet mijn toekomst er dan uit? En wil ik daar überhaupt zitten? Nou, zo bedoel ik hem. En dan wordt dus een tijdsbeleving ook groter. Plus dat je nu soms helemaal in de rats kan zitten. Oh, wat overkomt me nu? Maar wanneer je het vanuit een cyclisch oogpunt gaat kijken, het is een proces. En processen zijn nooit star. Ze zijn noodzakelijk om weer tot het volgende stukje te komen. En zo krijg je ook een andere tijdsbeleving. Hetzelfde is denk ik voor heel veel mensen die in deze nu er zo in zitten, op wat voor manier dan ook, hè, dat ze, oh, het jaar vliegt voorbij. Het gaat zo snel. Ja, omdat je met je gezicht in het scherm zit. Je zit er bovenop. Je ziet de bigger picture niet. Dus alles wordt onmiddellijk opgeslagen. En daarnaast is een ding ontstaan bij veel mensen. Het hoeft niet collectief te zijn. Dat er heel weinig gepland kan worden in de toekomst. En dat is wel logisch hoe het is gedaan. Ja, we weten niet of we dan open kunnen. We weten niet of we festivals zijn. Alles was, nou, misschien op die datum, en toch weer niet. Dus dan gaat een stuk vertrouwen in de toekomst psychologisch achteruit. Je hebt alleen nog maar één ding, en dat is dat je niks zeker weet. Nou, als mensen ergens een hekel aan hebben, is het al. Dus dat is eigenlijk heel goed. Wat zei je? Dat is eigenlijk heel goed dan. Ja, maar dan moet je wel de mee omgaan. Ga je helemaal vastbijten erin, nou ja, dan wordt het dus een tijd. Nou, het hele jaar vliegt voorbij, maar wat heb je dan gedaan? Wat heb je kunnen manifesteren? Oh, ik heb gereageerd. Ja. Ik zal even kijken of ik hem zo makkelijk eruit kan halen. Maar je had een mooi plaatje hier ook. Oh, hier is hij. Ja, die vind ik fantastisch, ja. Dus je mag hem zelf even uitleggen, maar de linkerkant is toch geloof ik yang, hè? Dat wordt in de rechterkant wordt dat dan gemanifesteerd, echt fysiek in de wereld gezet. Ja, deze plaat heeft overigens niks met de I Ching te maken, of over yin of yang. Deze komt meer uit de Europese geschiedenis. Maar om wel een antwoord, wat zijn yang, of dat rechts is? Of? Nee, links is yang, hè? Dat is de gedachtenwereld. Als je hem zo wil symboliseren. Ja, laat ik het zo zeggen, yang is inderdaad de gedachtenwereld, de spiritwereld, het geest, de psyche. Het is de kosmische kracht, de stuwende kracht. En het manifesteert zich eerst alles wat is als een idee, als yang. En de yin, die maakt het, die geeft de vorm aan. Die ontvangt het zaadje en dat wordt iets. Nou is dit een edge die gaat over
je zou kunnen zeggen, de rechterkant is van hoe zien we de wereld? Hoe denken we dat ze is? En vroeger dacht men, oh ja, we hebben de sterrenhemel, de koepel weer. Dat is een koepel en daar zitten gaatjes in of er zitten sterretjes opgeplakt. En that would be it. En dan zien we daar een soort van alchemist. En die klimt dus via zijn geest, of in ieder geval via zijn intuïtieve vermogens. Kijkt hij door de sluier van wat wij denken wat werkelijk is. Is dat wel werkelijk? Is er niet ook nog een andere werkelijkheid achter? Nou, het is op zich duidelijk weergegeven dat die er dan is, in ieder geval in deze plaat. En daar haalt hij dus eigenlijk zijn kennis vandaan. En in wezen, dat denk ik, doet iedereen dit. Maar niet iedereen is er zich van bewust dat wij heel veel voeding en kennis halen uit de etherische wereld of een andere wereld. Dat we daar ook zeer sterk mee zijn verbonden. Maar het bewustzijn op die verbintenis, die heeft niet iedereen. En deze is een duidelijke plaat. Ah, ik heb hem gevonden. En hoe gek het ook maar is in deze wereld, wat zich ook maar afspeelt. Er is ook altijd een andere wereld en die zit vol met kleur en nieuwe creativiteit en kracht. En die is voortdurend scheppend bezig. Bijna als een soort ayahuasca-droom. Ja, dat heb ik nooit gedaan, maar jij wel. Ja, zeer zeker. Ja. Hoe was dat? Zit je dan in een hele jonge wereld met waar alles een beetje een soort van vloeibaar is? Of ja, hoe moet je dat uitleggen? Ja, hoewel in deze setting zou ik er absoluut yin noemen, want ayahuasca is een vrouwelijk, absoluut vrouwelijk medicijn. Super koesterend, duwt je nergens naartoe, maar begeleid je als het ware naar de inzichten en de visioenen die jij op dat ogenblik nodig hebt voor het proces waar je doorheen gaat. En ayahuasca was voor mij de eerste keer in ieder geval als thuiskomen. Dat voelde zo, ja, zo goed. Alsof je niet meer loopt te ademen met je mond, maar met je hele wezen. En het gebruiken van kan eigenlijk denk ik niemand voor je uitleggen wat het met je doet, maar je merkt wel het eenheidsbewustzijn springt daar heel sterk doorheen. Ook wat we dan maar de kosmische grap noemen, want je kunt echt in groot lachen uitbrullen van oh mijn hemel, wat zijn we toch Neandertalers in dat enorme universum. En wat is dit toch een prachtige speeltuin. Maar wat kunnen we onszelf toch ongelooflijk veel pijn bejegenen. Maar daarbij ook het directe besef van, ach, wanneer het toneelstuk is afgelopen en we komen elkaar weer tegen en zeggen, hey, je hebt het goed gespeeld, maat. Het moest gebeuren. En dat is wat ayahuasca ook geeft. Een heel, heel diep vertrouwen in hoe de dingen zich ontvouwen. En je bent van je rugpijn afgekomen daar. Ja, ja, absoluut. Je hebt je goed ingelezen. Ja, klopt. Ik had vanaf vroeger af aan, ik hoefde maar wat te doen of lang te staan. En dan was de onderrug gelijk zo stram en strak als maar zijn kon. En tijdens een van die ayahuasca reizen werd het me ook, het werd getoond als een beeld. Mijn onderste chakra als het ware. En er zaten allemaal oude stukken hout omheen gewikkeld. Helemaal dor. En dat werd toen laagje voor laagje afgepeld. En werd helemaal schoongemaakt. In beeld zag ik het voor me. En toen werd er nieuw leven ingeblazen. Ik heb vanaf die dag geen seconde meer rugpijn gehad. Dus het is een medicijn. Maar het laat je gewoon zien waar kwam het vandaan. Door wat voor proces heb je het eigenlijk zelf heb je het geblokkeerd? Wat voor laagje op laagje heb je daar gemanifesteerd? Waar was ik bang voor al die jaren? Wat heeft zich daar opgehoopt en kon niet meer doorstromen? En zo moet je denk ik maar dan een reis beschouwen. Dus vooral een reis door je eigen geest en lichaam. En ergens in het lichaam zitten altijd wel punten wat niet doorstroomt. Maar in die punten waar het niet doorstroomt,
daar zit een enorme herinnering. En daar zitten allemaal geheugenstukken. Daar zit heel veel verhaal in. En dat wordt weggenomen door het besef wat het verhaal is. En heb je het begrepen, dan stroomt het door. En dat is eigenlijk weer hetzelfde als met die I Ching. Heb je de verandering omarmd? Heb je hem begrepen? Dan ga je gewoon naar het volgende kruispunt. Anders blijf je maar in dezelfde rotonde rijden. Zo zie je het. Is dat nou ook de oorzaak van eigenlijk alle ziekte? Dat het gewoon energie is dat er opgehoopt zit ergens? Ja, ik ben daar niet een kenner, ik ben niet een arts daarin. Maar het is wel wat mijn intuïtie me vertelt. Maar ook, want ik werk ook samen met de zekere Katelijne Vermeulen binnen familieopstellingen. En ik zie daar ook patronen in terug. Dus als ziektes die in een familielijn zijn opgekomen, omdat iemand een bepaalde thematiek niet heeft opgelost, dat reist als het ware weer naar een kind of iemand heeft gezegd, ah joh, dat neem ik dan wel op me. En dat daar ook ziektes uit voort kunnen komen. Dus dan is het misschien helemaal niet die van jou. Maar dan is het die van je opa of van je oma. Maar ik denk wel dat wanneer... Ja, het voelt in ieder geval helemaal correct hoe je het zei. Denk je ook, wat dat zeggen ze ook wel eens, dat ayahuasca, dat kan je dan één keer doen of een paar keer doen. Maar daarna is het de bedoeling dat je het integreert in je leven. En dan kun je daar eigenlijk, omdat dat deurtje ooit is opengegaan, kun je daar een soort van zelf bij. Dan hoef je geen ceremonie meer te doen, maar dan kun je daar een soort van zelf contact mee maken. Ik zou dat wensen, dat dat voor heel veel mensen zo is. Ja. Ik weet niet of dat een algemeen beeld is. Wat ik wel vaak of vaker heb gezien is, dan wordt het ook andersom. Juist ayahuasca gebruiken omdat ik er niet bij kan. Dus dan wordt het een medium om daarbij te komen. En dan vind ik het, dan moet je oppassen. Want inderdaad, het zit al in je. Het gaat met fases. Ik heb het toen in een fase, heb ik het denk ik 6 keer gedaan. En dan je voelt, het is klaar. En nu ergens, nu ben ik ongeveer 5 jaar verder. Denk, hey, nu komen er weer nieuwe processen op. En dan begint het weer een beetje te trekken. Zo van, nou, wordt het daar tijd voor of hoeft het nog niet? En dat ga je voelen. En dan is het, nou nee, nu nog niet. Want er is altijd weer een laag onder een laag. Dus je hebt het dan geïntegreerd. Want de dingen die er komen, dat is wel heel veel. En dat moet je echt de tijd gunnen om dat te absorberen, zou ik maar zeggen. En daarom zie je dat denk ik bij heel veel mensen van, nou nee, ik moet er nu niet aan denken. Nee, want je zit nog eigenlijk in dat proces. En dan zou je het denk ik nog wel een keer kunnen doen. Maar ja, daar is iedereen vrij in hoe je dat, hoe je dat wil inkleden. Ja, en je hebt het gedaan ook omdat je op zoek was, hè? Dus je hebt het eerst in boeken gezocht en toen inderdaad met de plantenmedicijnen gezocht. En uiteindelijk ben je op bewustzijn terechtgekomen eigenlijk. Ja. Ja, je refereert nu aan een stukje wat ik heb geschreven. Ik weet niet meer wat het beginnen over was. Ja, ik ben per definitie altijd zoeker geweest. Ja, dat stukje heet Waar kom ik vandaan? Oh ja, ja, ja. Een zoeker juist naar het antwoord op die vraag. Waar kom je nou werkelijk vandaan? Wat is het? What's the deal, man? Wat kom je hier doen? En die heb ik dus op alle mogelijke manieren. In ieder geval, ik tracht dat altijd wel met volle 1000% te onderzoeken in het gebied wat ik dan doe. En eerst dus boeken. En de plantmedicijnen heeft dat ook, ben ik daar ook in gegaan.
Maar ook daar is niet het ultieme antwoord te vinden. Nee, dat zit in bewustzijn dus. Maar dat is natuurlijk wel een beetje een vaag begrip nog steeds. Ja? Dat denk ik wel. En op wat voor manier vind jij hem vaag? Voor mij is hij heel concreet. Nou, je hebt altijd nog, wat je net zei, de ratio. En je hebt het hart, dat heeft ook een intelligentie. Maar wat, en dat noemen ze ook wel het innerlijk weten, het hart. Maar is dat dan het bewustzijn ook? Of is dat nog weer groter? Ik denk dat er verschillende lagen van bewustzijn zijn. Maar bewustzijn is wel groter dan het stoffelijke. Het stoffelijke komt voort uit het bewustzijn. Zo zie ik het, hè? Ik zeg niet dat het zo is, maar zo zie ik hem. En dat bewustzijn, dit is eigenlijk zo'n vraag, god, hoe heet die ook alweer? Een oude meneer van, ja, als iemand me vraagt wat de tijd is, dan, of als niemand me vraagt, dan weet ik wat de tijd is, maar vraagt iemand me, dan weet ik het niet. Dat is een beetje hetzelfde met bewustzijn, denk ik. Maar bewustzijn zie ik als een ontwikkeling. Een ontvouwing. En als iets wat onsterfelijk is. Supergroot, maar het past op de punt van een naald, als het ware. Het bewustzijn is datgene waar je nu in zit, maar hoogstwaarschijnlijk heb je op dit ogenblik wel meerdere bewustzijnen, maar je bent nu ingelogd op deze. Ben je naam even... Niels? Nee? Nee, dat was het. Nou, ben je naam even... Niels is ziek. Oh, ja. Nou, is hij toch bij. Maar... Die zit sowieso in een ander bewustzijn. Dus, ja. Nou, hij zit nu in het ziek zijn bewustzijn. En bewust zijn, eigenlijk zegt het woord het al, bewust zijn. En wat dat dan is, dat hoeft niet, dat moet eigenlijk niet worden ingekleurd, want dan kaderen we het al. En dat is het dus niet. Je kunt het bewustzijn niet kaderen. Als we een woord op plakken, dan hebben we het eigenlijk dus steeds niet te pakken. Omdat het ook steeds verandert en evolueert. Ja, en een benoeming zou haar begrenzen. En het is onbegrensd. Dus we kunnen haar niet benoemen. Maar dan kom je richting het soort, de bron, of God, of het universum. Dat is dan wel een beetje een synoniem daarvoor. Ja, Dao. En om in de Chinese hoek te blijven, ja, Dao. Dat zie ik als het oerbewustzijn. En daar komen al die andere bewustzijntjes uit voort, en materie en allemaal vormen. Maar wanneer de Dao zich inhoudt, gaat alle vormen weer terug en het is weer één. Tenminste, zo wordt het in de Dao de Jing omschreven. Dan denk ik, ja, het is een blaasbalg, het gaat eruit. Dus daarom is ook alles bewustzijn, want daaruit is het voortgekomen. Het is alleen gekristalliseerd. En als kern heeft het, en daarna trekt het zich weer terug. Maar wel met alle ervaringen. Ja, en dan is het bewustzijn dus ook weer gegroeid. Dan is het bewustzijn bewust van zichzelf. Dus we kunnen haar niet benoemen, want dan hij verandert, hij groeit. Of zij. Hoe zie jij dat? Ja, dan... Ja, hoe zie ik dat? het is een lastig inderdaad. Ja, we lopen hier wel eens tegenaan dat we inderdaad sommige dingen gewoon niet moeten benoemen. En dat is natuurlijk wel lastig voor een radioprogramma. om toch nog even een bruggetje te maken naar die ayahuasca, en nu we het over benoemen hebben. Dat was ook tijdens een van die visioenen. Was het ontstaan van taal. En toen werd me getoond, en ik weet niet of het zo is, maar zo voelde die voor mij wel helemaal waar.
Taal, dat is ontstaan op het ogenblik toen wij elkaar niet meer begrepen. Toen moest er opeens iets komen om wat wij van nature al wisten, om dat over te brengen. Dus taal, al die variaties, is eigenlijk een verlies van het onmiddellijke weten. En dat wat onmiddellijk wordt gekend, dat heeft geen behoefte om benoemd te worden. Dat kan ook niet, hoeft niet benoemd te worden. En die realisatie, die maakt het dus ook van, waar komen dus ook vaak de meeste problemen uit voort? Uit taal. Dat we elkaar niet meer begrijpen. Dat we tegen elkaar beginnen te spreken om de brug weer naar die I Ching te maken, daar komt die tegenstelling naar voren. Al die meningen, en die willen hard verkondigd worden in de tegenstelling. Dus het hexagram van deze maand. Maar het moment, hoe zou het nou zijn? Het moment dat iedereen verplicht als het ware, nu 5 dagen helemaal radiostilte. Niks zou zeggen. Dan werd er veel meer opgelost dan al die kakofonieën die er nu zijn. Want dan doe je alleen maar datgene waarvan je voelt, oh, maar dit wordt er bedoeld. Zou wel eens een mooi experiment zijn. Vooral mensen die ruzies hebben, daarom zie je ook zo vaak dat ze dan tegen elkaar beginnen te schreeuwen, want dat hart heeft zich afgesloten. Het hart denkt dat de ander het niet hoort. Ja, dan krijg je een schreeuwerij. Mensen die ruzies hebben, die zouden gewoon stil moeten zijn. En zo wordt die opgelost. Sneller vaak dan met benoemen, 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 benoemen. En labels plakken, hè? Daar zijn we ook heel goed in. Zo. Ja, er is hier inderdaad een grote labelfabriek, die werkt op volle toeren. Ja, en dat is dus een heel belangrijke voor deze maand met betrekking tot de I Ching en die tegenstelling van wezen van bewust, alles wat je labelt, alles wat je benoemt, alles wat je naar buiten tracht te zetten, dat het ook heel goed mogelijk is dat het allemaal projectie is van jou. En wil je onafhankelijker opstellen tegenover, want ga je op alles reageren omdat je uit het lood wordt geslagen door verdriet of door boosheid of andere zaken, weet dan dat dat eigenlijk een teken is van je eigen onvolwassenheid. Want dan heb je je dus afhankelijk gemaakt van jouw omgeving, hoe jij je voelt. Maar jouw omgeving is niet verantwoordelijk voor jouw gevoel, nog voor jouw lot, nog voor wat dan ook. Misschien zit wel die auto op zo'n lijn, maar het is verdomd handig dat jij jezelf wel achter stuur plaatst. Dat je wel controle houdt, als het ware, over jouw lot. En niet over die van een ander. Niet dat altijd benoemen. Benoem jezelf. Ja. Ayahuasca. Je hebt ook in de Himalaya gezeten. En waar kwam de I Ching om de hoek kijken? Mooie vraag. Die kwam om de hoek kijken toen ik Feng Shui ging studeren. En daar zat een astrologieforum bij en dat was Nine Star Key. En daar las ik dat dat voortkwam uit de I Ching, of dat het verbonden was. En toen dacht ik, oh, maar aangezien ik altijd graag wil weten waar komt alles vandaan en de bron van dingen, dan moet ik dus bij de I Ching zijn, want dat is de bron van wat ik nu studeer. En zo is die op het pad gekomen. En die heeft wat dat betreft ook in één klap al die andere boeken voor mij overbodig gemaakt. Ik vind ze nog steeds heerlijk. Maar hij heeft ze compleet overbodig gemaakt. Want het is ook niet een boek wat je hoeft te lezen. Het is niet een boek van pagina 1 tot en met de laatste. Nee, het is een boek wat je doorleeft, als het ware. En wanneer je het hebt doorleefd, dat vind ik ook wel aardig van het boek, dat hij zichzelf dan compleet overbodig acht. Nu mag je mee in de hoek van de kamer gooien of in de prullenbak. Als je de principes hebt begrepen, dan heb je het boek niet meer nodig. En dat heeft wel een aardige aantrekkingskracht gehad op een
een romantische geest als ik. En wanneer ben je met Nourishing Destiny begonnen? Was dat als tijd van Het moment dat ik dat model heb ontwikkeld, en dat is ongeveer 8, 9 jaar geleden, toen ben ik onmiddellijk gestopt met mijn toenmalige job. Niet omdat ik het niet leuk vond, maar dit had echt mijn passie. En toen ben ik dus ongeveer 8 jaar geleden ben ik hier fulltime mee aan de slag gegaan. En omdat het de enige ben op de wereld die het op deze manier kan of doet, nou ja, het bedrijf is het eigenlijk vanaf het begin ook een komen en gaan geweest van mensen. En eerst mensen gewoon particulieren, toen ging het steeds verder naar zakelijk en naar bedrijven of investeerders. Wanneer investeren, wanneer trek ik terug? Leiderschapskwesties. Nou ja, dus dat is als een tuin gegaan, als het ware. Dan begon dat te groeien. En vorig jaar, toen is er even zo'n herfstperiode ingekomen, waardoor ik ook weer even denk: hey, even alles op een nieuwe manier. Want ik deed veel live trainingen. En nu heb ik alles prachtig mooi omgevormd tot online trainingen. En dan kun je gewoon instappen en dan is dat allemaal al gedaan, waardoor ik nu veel meer weer tijd vrij heb om weer nieuw verder te ontwikkelen. Ja, je doet van alles, van persoonlijke consultant tot businesses, tot CEO-achtige, workshop-achtige dingen. Retreats, je gaat naar Costa Rica. Ja. Wat is er met Costa Rica? Want daar zitten zoveel spirituele mensen, die wonen daar of die gaan daarheen inderdaad voor retreats en dingen. Oh ja? Wat is dat voor land? Ik ga je eerlijk zeggen, dat weet ik niet. Want ik ben er nooit geweest. Het wordt ook mijn eerste keer daar naartoe. Oké. Maar een van mijn allerbeste vriendinnen, die is daar geweest. Die kwam, en dat is al een hele tijd geleden, maar die kwam zo ongelooflijk fijn terug. En ook met de verhalen die erover kwamen, toen is het zaadje als het ware geplant. Toen dacht ik, hé, nou, dat klinkt wel als een mooi land om een keertje te bezoeken. En zo gaande de jaren kwamen steeds meer mensen op het pad. Oh, Costa Rica, nou, dat is echt fantastisch. Nou, en toen kwam natuurlijk van vorig jaar met die lockdowns, want wij deden altijd retreats op Ibiza. Nou, dat was gewoon niet te doen met het vliegen nu. Alles werd steeds dichtgegooid, dus daar kon je niet op ondernemen. En dan denk ik, nou ja, ik kan twee dingen doen. Ik kan zeggen, nou, ik doe geen retreats meer. Of ik maak het gewoon groter. Ik ga wat mij aantrekt. En toen sprong Costa Rica in het hoofd. En ik hoor daar ook steeds meer zoveel, zo'n goede vibe van. En ik denk dat dat veel te maken heeft met de natuur. Er schijnt één brok jungle te zijn. En uit elk hoekje en gaatje komt wel een vogel gekropen in je. Dus, en ja, daar zit dus veel energie en zuurstof. En ik denk dat dat een hele belangrijke ding is. En dat daar in de grond hoogstwaarschijnlijk belangrijke aardelijnen samenkomen. Maar ik ga het ervaren. Ik vertrouw in ieder geval compleet 100% op die ervaringen van die andere mensen. En ik voel het ook gewoon. Dat wordt magisch. Dat wordt keer 10. Wat doe je op een retreat? Want I Ching, Nice Taki, dat is veel ja, een beetje uitrekenen. Dat is in combinatie met opstellingen. Een van de dingen die mooi is ook met het ND-model, dat is de combinatie tussen I Ching en Nice Key. Dus dat is het model. En als mens, dan kun je heel direct zien uit wat voor gezin ben jij nou bijvoorbeeld geboren, maar wat voor dingen heb je ook uit vorige levens meegenomen. En dat wilde niet zeggen, heb jij dat leven gelijk? Nee, dit patroon resoneert daarop. En zo uit dat zich nu in jouw leven en in je relaties, en vooral dan de relaties waaruit je bent voortgekomen. Je ouders, je broers, zussen. Want daar start alles, als het ware. En op die retreat nemen we de mensen mee naar hun eigen karmische patronen. Hoe is het gestart? Wat zien we? De duiding wordt er gelegd, de betekenis tussen jij en je moeder, jij en je vader. Jij en je oom, de lijnen voor je.
als het ware. En daar zit het bewustzijnstuk dan op. Uiteraard ook de complete herkenning. Want ik weet van de mensen van tevoren, weten we nog niks, behalve de geboortedatum. En dat wordt dus in die profielen, die eerste dagen gaan we dat naar buiten brengen. Met de mensen in groepen. En vervolgens wordt er een dynamiek opgezet middels opstellingen. Dus waar blokkades zijn gekomen, die zo net ook werden benoemd in lichaam, maar dat zijn natuurlijk ook familieblokkades, om daar een helend proces op te zetten. En dat wordt door middel van opstellingen daar gedaan. Dus dat is in een soort van overview wat de mensen daar komen doen in Costa Rica. En dat heb je ook al in Ibiza gedaan. Ja, dat model ND, het Nourishing Destiny model, dat is getrademarkt, hè? Dat is van jou. Zie jij nou als mensen bij jou komen, moeten die een bepaalde vraag hebben, zeg maar een hulpvraag? Of heb je dat Ja. helemaal niet nodig? Sterker nog, ik adviseer ook bij al mijn trainingen, laat mensen altijd vragen. En dat heeft te maken met dit, als je iets vraagt, dan ben je ook zwanger van het antwoord. Want je kunt wel zien in het patroon wat zich afspeelt, maar dat wil niet zeggen dat de persoon zelf daar ook al open voor staat. Daarnaast heb je met een hulpvraag, of wat voor vraag dan ook, heb je een richting. Waar kun je op concentreren? Want je kunt van alles uit een profiel gaan lopen trekken, maar dan zit je in een consult van 10 uren. Dat heeft weinig zin. Dus een vraag is wel altijd werkt het fijnst, maar het is absoluut niet noodzakelijk. Maar ik werk er wel zo mee. Heb een vraag. Oké, even kijken naar de tijd, want we hebben natuurlijk een half uur andere dingen lopen doen. Ik vond deze wel mooi. Wie alle antwoorden denkt te hebben, ligt kreupel op de kust van de waarheid. Die is van Johannes Bloemsma trouwens. Ja, dat klopt. Ik herinner me het moment. Ja, ik weet niet wat ik er verder op moet zeggen. Zo zie ik het. Wat zijn de plannen? Behalve Costa Rica. Wat zijn de plannen? Dat is het model nu internationaal neerzetten. We verschuiven even. Jij hoort mij nu nog wel? Ik hoor je nog wel. Ja, We zijn bijna het eind, dus ik zit nog in dan. mijn systeem, merk ik. De plannen zijn om nu alles verder uit te bouwen internationaal. En wat men nu kent als een human design, dat is ook heel groot geworden. Dat het RD-model ook zo groot wordt en dat ik mensen mag inspireren om meer te gaan luisteren naar de intuïtie en samen te leven met jouw eigen innerlijke natuur in relatie tot de externe natuur. Hoe leren wij weer Taoïstisch te leven, zal ik maar zeggen. Zie jij ook dat het gewoon een soort spiegel is? De buitenwereld is een spiegel van de binnenwereld? Of zit dat net weer wat anders? Nee, het is een spiegel, maar het kan soms ook een lachspiegel zijn. Hij hoeft niet altijd de juiste of precies hetzelfde te zijn. Maar het is in ieder geval een deur en een brug in één om te kijken hoe het met je innerlijk gesteld is. Dus wil je weten hoe het met je gaat? Nou, kijk dan maar naar buiten. Wil je kijken hoe het buiten is? Kijk dan maar naar binnen. En hoe zie jij de 5D? Want dat is natuurlijk ook een hot topic tegenwoordig. We gaan van 3D naar 5D. Ik moet een beetje om lachen, want ik snap het niet. Ik denk, nou ja, oké. Okay. Volg het maar lekker uit. Ik heb geen idee wat mensen daarmee willen bedoelen. Ik vind wat jij een hot topic noemt, zat voor mij wat meer in de sfeer van een. Ja. Weet je, vroeger had je flippo's in een zak chips en was iedereen into flippo's.
Nou ja, nu is iedereen into 5D. Zo zie ik hem. Maar voor degenen die er helemaal in zitten, die zou je moeten vragen. Want ik heb echt geen besef van wat daarmee wordt bedoeld. Of weet jij het wel? Nou, ze zeggen dat het dat heeft ook weer met bewustzijn te maken dan, hè? Dus dan heb je een, ja, je bewustzijn wordt verhoogd. En dat wordt dan wereldwijd gedaan. En dan ga je naar een andere, ja, dimensie toe, waarin je dus minder hechting hebt, minder belang hecht, minder labeltjes plakt. Nou ja. Nou, in die zin, dan kan ik er wel in mee in dat wij in andere cycli komen en daar horen ook andere frequenties bij. En als dat ermee wordt bedoeld dat 5D ook een andere frequentie is, dan zie ik dat ook zo. Maar dat is met andere woorden. Maar ik zag hem ook voorbij komen. Ik denk, Hoe gek zie man. je, wat bedoel je met frequenties dan? Hoe zie jij frequenties? Nou, frequentie trillingen. Dus als je boos bent, dan heb je een hele andere frequentie dan wanneer je in een andere staat bent, zal ik maar zeggen. Dat heeft hele andere, andere frequenties. Dus wij zitten nu op, nou, dit is niet analoge radio. Maar je zet hem op een ander, we gaan op een andere zender als het ware zitten. Dus dan ontvang je ook andere signalen. Dus al die signalen zijn er wel. En als een frequentie verandert, ja, dan krijg je ook meer bereik. Of je krijgt een ander bereik. Zo zie ik hem. Heeft dat ook weer met het plaatje te maken? Ik zal even kijken of ik hem met dit plaatje. Nee, het heeft veel. Dat je je frequentie verandert en daardoor iets meer uit de linkerkant kunt halen, zeg maar. Ja, het kan natuurlijk ook andersom. We kunnen ook naar beneden trillen, als het ware. Maar wanneer je op een andere frequentie zit, ja, dan krijg je ook andere berichten binnen. Dan komen er ook andere beelden. En als we het dan alles als bewustzijn beschouwen, ja, daar zitten dus allemaal lagen in, allemaal frequenties. Dat was er al. Dus wat iemand 5D, ja, dat was er al. Dat is niet iets wat ontstaat. Die was er al in 6D en 7D, al die dingen, dat is er al. Alleen dat kunnen wij met ons menselijke geest nooit bevatten. Gelukkig niet, want dan loop je echt, nou ja, tegen jezelf te praten in het oneindige en je gaat terug in de toekomst. Ja, toch? En dan ben ik hem zelf even kwijt, maar dat zegt het al. Ik blijf in het hier en nu frequentie, daar hou ik het meest van. Maar ga je kijken naar frequenties. Hexagrammen zijn ook frequenties. Het geeft weer, wat is de frequentie van een tijd? Wat is de trilling van een tijd? En trillingen, daar komen dingen uit voort. Oké. Plug nog even je business, je website. Zoek mij op nourishingdestiny.nl. En ben je geïnteresseerd in astrologie of de I Ching? Of je hebt wel eens van Nijn Saki gehoord en dat heb je gedaan, maar daar wil je veel dieper in. Dan moet je bij Nourishing Destiny zijn en vooral de online trainingen gaan volgen. En meekomen wanneer je met de relaties of je wil je familie dieper uitzoeken. Je wil per definitie meer bewustzijn. Kom langs op live trainingen of met de karmische dagen met Katelijne Vermeulen. Of je wil gewoon lekker bij jezelf houden. Doe een consult. En ik help je er graag bij. Karmische dagen. De karmische dagen, ja, dat zijn het ED-model met opstellingen. En dat doen we in Nederland. Dat zijn eigenlijk een verkorte vorm van de langere retreats op Costa Rica of in Costa Rica. En deze doen we altijd in de Ensillenhoeve bij Baren. En dat is een tweedaagse. En ja, dat is altijd heel bijzonder om dat met groepen te ervaren. Want dan merk je ook, groepen zoeken elkaar uit. Die hebben elkaar wat te vertellen. Die hebben elkaar wat te doorleven. Ook weer niet toevallig wie daar dan op afkomen. Nee, nee, nee.
Heel veel bestaat. Is het nog social media waar je op zit? Ja, Facebook, daar kun je me vinden. Ook op Instagram, maar ik ben absoluut niet een hele heftige Instagrammer, dus verwacht daar niet alles van. Maar op Facebook wel. En klik ook graag even aan of je films wil ontvangen, want elke maand maak ik ook een maandanalyse op basis van de I Ching. En vind je dat leuk te ontvangen, dan heb je al een mooie koers voor de komende tijd. En dat is een beetje de social media kant. De rest is word of mouth. Of mouth, hoe zeggen ze dat? Word of mouth, ja. 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 Oké, okay, Johannes, heel erg bedankt. Jij bedankt. Ik ben verbaasd dat het toch nog is gelukt. Ja, de Cosmos die vond het wel even leuk om... Ja, nog even te stoeien, ja. Een monkey wrench erin te gooien. Nee, heel erg bedankt. Ja, voor iedereen die luistert en kijkt, we zijn er volgende week weer. Dan met Niels ook, als het goed is. En we zijn er de hele maand september op de dinsdag. En dan de planning is om dan in oktober inderdaad echt de radiostream te hebben lopen. Dus dat kan dan via onze website, radiogletscher.nl.